Vandaag neem ik samen met Robert een kijkje in een verlaten huis. Op dit terrein staan namelijk twee verlaten huizen. En eenmaal bij de huizen aangekomen loopt het anders dan dat we verwachten. Wat we te horen krijgen is dat dit een superspannend avontuur gaat worden. Waarbij het nog maar de vraag is hoe dit gaat aflopen. Het is niet binnen hoor. Eenmaal bij de locatie aangekomen, parkeren we de auto en worden we al snel door een buurman aangesproken. Die buurman vertelt ons het volgende verhaal. Komt hij met daar, toevallig. Vandaag? Ja. En dat is die tweede lege villa? Ja. Dus die woonde gewoon naast een... Ja, naast de ouders. Toevallig met de storm is een boom bij mij van achter op een berg al gevallen. Die hebben ze vandaag kort moeten zagen. Ja, daar komen we voor zijn centen. Want die schillen makkelijker voor je, hoor. Oké. Als je het niet kent, dan zou het de beste gewend blijft. Ik heb niet binnen gehad naar daar. Niet binnen, hoor. We vertellen de buurman dat we een rondje gaan lopen en wat shots gaan maken met de drone. Hij vertelt ons ook dat we beter het terrein niet op kunnen gaan, omdat binnen een half uur de eigenaar zal komen richting het terrein. Achteraf gaat deze man ons nog meer vertellen over het verlaten huis. Maar we besluiten nu eerst snel die kant op te gaan. Het is nog super vroeg in de ochtend en het ochtenddauw staat nog op het gras. Er zijn dus mensen in de tuin hierachter en daarom moeten we super stil doen. En nadat Robert er doorheen is, moet ik ook nog door deze takken heen. Dat zit er ook verlaten. Het gebouw hier aan de linkerkant lijkt ook verlaten, maar daar gaan we straks even naar kijken. Wat zijn dat voor boeken? Geen flauw idee. Je moet niet binnen parkeren volgende keer. Achter zijn dus buiten en daar moeten we voor uitkijken. De zon begint inmiddels ook door te komen. Het begint licht te worden. In ieder geval, het is net licht geworden. Ik ben echt benieuwd naar het huis hierachter. Zouden hier hele oude mensen gewoond hebben? Dus laten we binnenkijken. We hier door de, vanuit de serre de woonkamer in. Tijd om de zaklamp erbij te pakken en deze hele oude woning te verkennen. We laten de serre die hierachter is nu even achter ons liggen. Kijken hier in de woonkamer. De lekkere warme jas van de eigenaar. En zie deze stoelen. Hoe chill is het om op deze stoelen te zitten aan tafel. Het lijkt wel of deze stoel een kluis is geweest, want je ziet daar een ruimte onder. En volgens mij gaat die ook open, dus laten we er even in kijken. Oh, dit is een wc geweest voor de eigenaar toen ze denk ik niet meer naar boven komt of zo. En misschien werd deze wc ook wel gebruikt om te kunnen urineren tijdens het eten. Dus dan zat je met iemand te eten en dan zat iemand anders op die stoel een beetje... Nou, laten we het daar maar verder niet over hebben. En wat is dit? Olijfolie. Maar die is helemaal geklont. Dit moet echt al 20 jaar over datum zijn. Als je dit zo ziet, hier. Kijk. BBE 2023 en P 2021. Nou, dit kan niet meer goed zijn. Hé, hey, Samson. Wat heb je? De eerste foto hier zo. Maar wat is dat voor foto? Die jongen staat met een pop. En dan dat servies. Oh, dat is wel mooie, zijn wel mooie kleuren. En er kwam hier een kapster aan huis, Patricia. Dit is een bijkamertje geweest. Zal die lamp nog werken? Nee, hij gaat niet meer aan. Ik zie hier een berg met foto's liggen. Foto's van allemaal verschillende bloemen. En, ja hoor, een kerstkaart. En meestal staat er in een kerstkaart ook wel een jaar. Ja, een zalig 2001. Deze komt dus uit 2001. Dat houdt dus in dat dit huis in 2001 nog in gebruik was. Dus dat deze mensen hier in 2001 nog woonden. Ze spaarden wel veel servies. En de handtas van de vrouw en de medicijnen. En wat is hier? Oh, dit is de keuken. Met de koffiemachines en een krant. En een krant van 2013. Dat is echt veel recenter dan die kerstkaart. En deze slagroom, 2011. Aangezien Luc vandaag niet mee is, aan jou de eer om te kijken wat er in de koelkast zit. Wat zit er in de koelkast? Daar gaan we. Helemaal niks. Helemaal niks. Ja, wat geef je dan voor cijfer? Toch al zeker wel een... Zeker wel 6,5. Ja, 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 ik krijg een voldoende. Ziet er best goed uit, ja. Ja, bij Luc zou hij een onvoldoende krijgen. Ja? Ja, hij wil echt zo vies mogelijk. Hé, hey, hier heb je de badkamer.
Lekker makkelijk zo beneden. Genoeg warm water hebben ze hier ook. Alles mooi blauw. En dan lag je in bad. Een lekker plantje erbij. En een poppetje wat je aankeek. En dan aan deze kant een wc. En aan die klink die je hier ziet hangen, zie je ook dat er hele oude mensen gewoond hebben tot hun dood in dit huis. Hier is nog een ruimte. Daar zal iets van de wasmachine gestaan hebben misschien. Ik heb een krant gevonden. 2013, hè? Ja. Ja, ik zag het net ook. 2013, dus het is toch wat recenter dan we dachten. En heel veel slagroom en zo was dan goed tot 2011. Misschien hopen dat we nog meer datums tegenkomen. Ben ook echt benieuwd naar boven. Je kent toch gewoon Rolls Royce? Ja. En dan heb je zo'n mooi sterrenplafond, weet je wel. Zo'n sterrenplafond in de auto. Ja. Hier hebben ze een nieuwe versie. En dat is het spinnenplafond. Hier zitten echt niet normaal veel spinnen. En een rolstoel. Dus één van deze mensen heeft in een rolstoel gezeten. Zo'n touwtje waarmee ze de gordijnen open konden doen. Ook die kaarsen zo op die trap. Ziet er echt mooi uit. Dat is toch levensgevaarlijk als de verzekering hier langs komt. Nou, brandverzekering krijgen. En tapijtverzekering ook niet, want dat komt ook aan alle kanten los. Kijk, dat vind ik nou kunst. Dit is nou kunst. Wat zie jij erin? Voor mij voelt het als een soort stoel. Het doet me denken aan een soort stoel. Ja? Ja, een schilderij van een stoel. Ja? Ik denk ook dat het een schilderij is van een stoel. Oh, dit is wel vet. Dit is wel vet nog. Ja, ik dacht dat ze het leeg gehaald hadden. Maar deze mensen leefden gewoon heel minimaal. Twee stoelen hierop te zitten. Een of andere rare nachtlamp. En een bed. En er heeft iemand op het einde in zijn eentje gewoond. En dat zie je ook aan dat er nog maar één kussen ligt. En een foto. Misschien was die vrouw wel alleen met een kind. Ik zie nergens foto's van een man. Hier heb je nog meer foto's. Ook weer van die vrouw alleen. Vrouw alleen. Vrouw alleen. Vrouw alleen. Vrouw alleen. Ik heb nog nergens een foto gezien van een man. Alleen maar foto's van die vrouw. Die vrouw heeft heel de leven alleen gewoond. Maar wel met een kind. Hier heb je ook weer zo'n plafond met spinnenwebben. Oh, dit is haar kantoortje geweest. Dit is trouwens ook wel een heel uniek kunstwerk. Ja. Het gaat op in de omgeving van het schilderij. Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, je hebt van die kunst die niet aansluit bij de ruimte. Ja, precies. En dit schilderij sluit prima aan bij de ruimte. Echt perfect. Ja, bestuurders. Postcheck. Zal misschien iets ergens in het bestuur van gedaan hebben. Ik heb alleen jouw hulp nodig. Kun je de andere kant vastpakken? Oh, dit is kunst. Ja. Het kunst ligt op tafel en de lege schilderij hangt aan de muur. Oh ja. Wat zal zij dan gedaan hebben? Oh, dat is van dat papier wat je ergens tussen kan leggen. Ken je dit? Dit is gewoon een inktkussen. Inktkussen. Ja, je hebt twee A4'tjes. Ja. Leg je dit tussen en dan kan je schrijven. En dan schrijft hij van de een op de andere over. Een zon. Ja. Kijken. Ja, en een stofzuiger. Oh, hier heb je de boeken nog. Kijk, over geld. Nu eens even boven kijken. Zie je wat? Ja, het is helemaal leeg. Lege zolder. Oh! Oh! Ik heb wat gevonden. Ik weet wat deze vrouw heeft gedaan. Kijk eens hier zo naar die boeken. Hier. Ik zag net, hè? Dit is het paradijs, het hart van goud. Ik snap het niet. Nee, ik zie het boek nu ook niet meer. Hier misschien. Congo, luitenant. Hé, een aparte combinatie, joh. Nou weet ik het. Nou weet ik het. De moordenaar was blond. Wat is dit dan voor titel, joh? Kijk deze. Mijn vader is rood. Wat zijn dit voor boeken? Ik zag net... Hé. Ik kan het nu ineens niet meer vinden. Het is wel een rare combinatie van boeken, hoor. Hier. Kijk dit dan. Dit is wel echt een foto. En dan paarden. Die vrouw is dan alleen opgegroeid met deze jongen, want die zagen we er dan bij. Tijd om weer naar beneden te gaan. Ik wilde net zeggen, die laatste tweede lichaam ligt los. Hier ligt de kleden los. Dit huis hebben we net bezocht, maar aan deze kant is ook een huis. Naast dit huis dat we net bezocht hebben, ligt ook nog dit andere huis. Maar eerst gaan we hier bij dit schuurtje kijken. En of ik dat andere huis ook wil bezoeken is nog maar de vraag. Aangezien de rook van het dak afkomt en ik dus niet weet of dit nou echt verlaten is. Eerst maar eens bij dit kleine bijhuisje kijken. Klein huisje.
Hier moeten we ook extra voorzichtig doen, omdat we niet weten of de eigenaar er inmiddels is. Voorzichtig loop ik ook naar de deur in de hoop dat de buurman er nog niet is. Ja, we kunnen binnen. Kunnen we binnen? Ja. De deur van dit achterhuisje staat open en dat betekent dat we hier binnen kunnen kijken. Ik denk dat we dan in de schuur zijn. Weet je? Ja, dit zit. Strandbedjes en heel veel fietsen. Ik heb meer het idee dat dit nu wordt gebruikt als schuur. Maar waar is het huis hier? Ik denk daarin. Wow, dit is wel aardig het dak naar beneden gekomen. Er zat ook wel wat begroeiing op, zo te zien. Hier stonden de kamerplanten. Ja. Joh, we zetten de kamerplanten wel even in de schuur. We zetten ze wel even in het hok. Hup. Als ik dit bijhuisje zo bekijk, is het in de laatste tijd dat de huizen in gebruik waren, gebruikt als schuur. Laten we nu weer teruglopen naar de weg en de buurman opzoeken. Eenmaal bij de buurman aangekomen, legt hij uit dat deze vrouw vroeger een fabriek had. Dit is door de zoon nu verkocht en zijn allemaal appartementen ingemaakt. De twee huizen staan bij elkaar ook momenteel te koop voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. Deze vrouw had dus een eigen fabriek en leefde hiernaast samen met haar zoon. Zij had een klein huisje en de zoon had een groot huis ernaast. En inmiddels woont de zoon nu ergens anders. Wij zijn inmiddels weer buiten en gaan terug naar de auto. Ik hoop dat jullie dit een toffe video vonden. Hier aan de zijkant staan andere video's. Mijn Instagram, Mark ben ik, die staat hier beneden. En is dit de eerste keer dat je mijn gezicht ziet, kun je daar beneden abonneren. En dan check ik jullie weer bij de volgende video. Later.